chefsfriends.nl. We zijn nu bezig met een hele grote uitbreiding aan de entree van het landgoed. We hebben daar een oude middeleeuwse boerderij aan gekocht 3 jaar geleden. En die restaureren we nu helemaal met schitterend vakwerk. Prachtige mergeldetails, een prachtige klokgevel. En in die boerderij komt een nieuw lunchrestaurant. Dus naast ons à la carte en de bistro komt daar een nieuw concept. Vooral met streekproducten. Dus ook streekwijnen, streekbieren. Als lunchrestaurant en daarnaast een eigen winkel, een eigen boutique voor onze eigen producten die we zelf verbouwen. Dus onze eigen wijnen, de jams, appelsap, honing, etc. Dus om ook die beleving weer van het landgoed en van de plek nog sterker te accentueren. Daarnaast komt in het woonhuis van de boerderij komen 5 boardrooms, dus kleinere vergaderruimtes. En in het paviljoen dat daar nu achter gebouwd wordt, 1300 vierkante meter, heel erg groot. Een ontwerp van Francine Hoebe, een beroemde architecte, Zuid-Limburg, geboren van Mecano. Daar komt een groot conferentiepaviljoen, dus voor hele grote en ook kleinere evenementen. Zeg maar van 20 tot 600, 800 personen. Voor vergaderingen, conferenties, productpresentaties, shows, etc. En op deze manier kunnen we eigenlijk de zakelijke markt en de leisuremarkt optimaal bedienen. Alles wat zakelijk is, gebeurt straks daar in het nieuwe paviljoen en de hoeve. En zeg maar de activiteiten voor de leisuregast, dus overnachten, lunchen, dineren, de gastronomie en de wellness, speelt zich hier op het landgoed af. En dat is dus ideaal, zowel voor de zakelijke gast als voor de leisuregast. Wanneer moet dat klaar zijn? 1 december is de oplevering. Dus wij zullen voor de kerst daar van start gaan. Ja. Als je dus nu de weg, de oude Romeinse heerbaan aanrijdt van Meershof naar Valkenburg en je weet niet dat dat landgoed hier ligt, dan rij je gewoon voorbij. Dat zie je niet. Je ziet, daar is wel een entreeweg, een laantje, maar dat zie je niet. Nou, en die boerderij wordt de nieuwe entree van het landgoed. Dus daar komt een heel mooi nieuw plein omheen, een hele mooie entree. Het park wordt daar vergroot en je ziet dat paviljoen natuurlijk. Dus dat is een eerste enorme blikvanger op het landgoed. En als je dus dan naar binnen gaat, ja, dan zie je het hele landgoed aan je voeten hier. Dus ja, dat wordt wel ook een hele spectaculaire en een hele mooie verfraaiing van de entree. Dus we hebben altijd bij ieder project een nieuwe architect. Dit is Francine Hoebe, geboren in Zuid-Limburg. 2 jaar geleden uitgeroepen de beste architect van de wereld. Verbouwt onder andere de Public Library in New York, project van $350 miljoen. Heeft in Birmingham die hele grote bibliotheek, die wereldberoemde bibliotheek gebouwd. Over de hele wereld bouwt zij. Het nieuwe Hilton op Schiphol heeft zij gebouwd en ontworpen. Maar dit is pas haar 3e project in Limburg. En ja, dat is haar bijou, zeg maar. Dat vindt ze geweldig dat ze hier in haar geboortestreek zoiets kan doen. Want toen ik haar 3 jaar geleden belde, ik zei, god, ik heb dat plan, dat idee, heb je daar zin voor, heb je daar tijd voor? Dan dacht ik, ja, misschien niet, want ze heeft het zo druk. Maar ze zei, 2 dagen later stond ze op de stoep. Dus dat is een hele fijne samenwerking met Mecano. En daarnaast hebben we nog een architect voor het monumentale gedeelte. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.